zinnelijk als je ze meekrijgt. Ik zou in het begin gewoon een mooi simpel mandje doen, want hij moet ook nog zinnelijk worden. Hoi, welkom bij de extra weekvlog. Wij hebben deze extra weekvlog voor jullie gemaakt, omdat ik heel veel de vraag kreeg via social media. Wat heb je nou eigenlijk allemaal nodig voor een puppy? Wij zijn bij de dierenwinkel van Sober geweest. Daar hebben wij eigenlijk van alles wat je nodig hebt voor een puppy hebben voor jullie gehaald. En dat gaan we jullie in deze vlog allemaal laten zien. Wat is het belangrijkste wat je nodig hebt voor een pup? Dat is de bench. Heel veel mensen denken dat het zielig is een bench voor je puppy. Maar het is niet zielig, want een hondje wordt makkelijker zinnelijk. Sneller zinnelijk. En het is een rustmomentje voor de pup. Meestal als de pup lekker heeft gespeeld en misschien niet wilt gaan slapen uit zichzelf, kan je hem lekker in de bench doen. Kan je eventjes gaan slapen een uurtje. Daarna haal je hem eruit. Ga je gelijk met hem naar buiten. En dan gaat hij waarschijnlijk gelijk poepen of plassen. Nou, als je dat heeft gedaan, dan geef je hem een beloningssnoepje. Heel blij doen. Heel blij en geef hem een lekker snoepje, zodat hij weet dat hij het goed heeft gedaan. Dat is heel belangrijk aan de bench. En ik ga jullie even laten zien wat ook handig is om als kleedje in de bench te gaan gebruiken. Ik zal jullie eventjes laten zien welke bench eigenlijk geschikt is voor een pop. Ik heb hem al wat even uit de doos gehaald. Wat eigenlijk het belangrijkste is dat hij niet te groot is, maar ook niet te klein. Wat een mooi formaatje is, dat is 62 cm bij 44 cm bij 49 cm. Want als hij te klein is, ja, en hij gaat poepen of plassen, zit hij helemaal onder. Maar als hij te groot is, dan kan het makkelijker zijn dat hij overal gaat poepen en plassen, omdat een pup nog niet helemaal zinnelijk is natuurlijk. Nou, we hebben hem hier uit de doos gehaald. Ik zal hem even neerzetten. Wij hebben eigenlijk gekozen voor een zwarte bench. Dat vinden wij wel mooi ook in de woonkamer. Dan laat ik jullie even zien wat handig is. Want je hebt hele mooie kleedjes die je in de bench kan doen. Zo. Kleedje kan je er mooi in doen. Ik zou gewoon een goedkope kleedje doen. Want het zal zijn dat je ze vaak moet wassen. En als ze eenmaal zinnelijk zijn, dan kan je echt een mooi luxe kleedje erin doen. Dat is altijd wel mooi. Stel, je puppy is plasmatje zinnelijk. Dan is het wel handig om ook een plasmatje in de bench te doen. Misschien kan je hier een oude handdoek neerleggen en hier een plasmatje. Zodat hij ook in de nacht eventueel kan plassen of kan poepen. Dat is wel heel handig aan de bench. Dus zorg ervoor als je de hond uit de bench haalt, dat je gelijk naar buiten gaat. Gelijk belonen als hij een plasje of een poepje heeft gedaan. Nou, en dat is ideaal aan de bench. Oké, de bench gedeelte die hebben we gehad. Dan ga ik jullie nu een uitleg geven over de plasmatjes. Dat is misschien ook wel belangrijk. Sommige hondjes die zijn plasmatjes zinnelijk als je ze meekrijgt. Als je ze meekrijgt is het altijd belangrijk om een plasmatje neer te leggen waar hij misschien heeft gepoept of geplast binnen het huis. Omdat hij altijd nog eventjes een plekje moet opzoeken. En probeer het plasmatje steeds meer naar de deur te schuiven waar jij naar buiten gaat met de hond. Zoals hij moet poepen of moet plassen, dat hij het zelf kan aangeven. Dan gaat hij meestal voor de deur een beetje draaien en een beetje lopen. En dan weet je dat hij gelijk naar buiten moet. Dan kan hij buiten poepen en plassen. En daarna weer heel erg belonen. Want dat is het allerbelangrijkste. Heel veel belonen. Een plasmatje ziet er eigenlijk zo uit. Het is eigenlijk een soort luier. Die leg je op de grond. Je hebt eventueel ook een bak waar je hem in kan klikken. Dat kan je eventueel doen als ze de plasmatjes stuk maken. Want sommige puppy's vinden het heel leuk om ermee te gaan spelen. En als ze dit eten is het niet goed voor de darmpjes. Dus dan zou je het eventueel in een bak kunnen doen. En als een hondje geen plasmatje zinnelijk is, zorg dan eigenlijk gewoon dat je hem op tijd naar buiten doet. De in en de uit. En dan zou ik zelf niet adviseren voor een plasmatje. Dan ga ik nu de uitlaatgedeelte uitleggen. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je je puppy gaat uitlaten? Ik heb het hier allemaal voor jullie klaargelegd. Wat het allerbelangrijkste is, dan zijn ze weer beloningssnoepjes. Het is echt heel belangrijk om je pup heel erg te belonen als hij het goed doet. Heel vrolijk doen, heel blij doen, dat mensen je gek gaan aankijken van wat ben je aan het doen. Maar dat helpt. De poepzakjes om de poep mooi op te ruimen. We hebben een zakje, die kan je aan je tuigje of aan je lijntje eventueel aandoen. Daar kan je een poepzakje in doen en beloningssnoepjes. Dan hebben wij het tuigje. Wij adviseren eigenlijk een tuigje. En waarom een tuigje? Het zit wat lekkerder om het lichaampje heen van een pommetje. Ze zijn vaak speels, ze zijn vaak druk. Ze moeten nog leren lopen aan een lijntje.
Vandaar dat wij een tuigje doen, want dat zit net wat lekkerder als om mijn nekje heen. Ik ga jullie laten zien hoe je hem omdoet bij onze pom Marta. Marta, kom! Marta vloog omhoog. Dan gaan we bij Marta even het tuigje omdoen. Dat ga ik jullie laten zien. Kijk, Marta. Nou, je kan hem hier openklikken. Je doet de voorpootjes. Kijk. De voorpootjes doe je er allebei doorheen. En eigenlijk kan je hem aan de zijkant kan je vasthouden. En hierboven kan je hem vastklikken. En het is eigenlijk heel makkelijk, want de vacht beschadigt niet. Je kan hem aan de bovenkant makkelijk vastdoen. En dan kan je hem netjes uitlaten. En Marta, leuk hè, tijdje. Oh. Ik ga jullie nu wat uitleggen over het eten van de pup. We hebben een drinkbakje nodig en een eetbakje voor de hondjes. Wij geven onze eigen hondjes een Royal Canin mini potjes. Ik geef ze 3 keer per dag eten, in de ochtend, in de middag en in de avond. En dan krijgen ze 10 gram per keer. Als ze eventueel 30 gram hebben opgegeten, mogen ze ook wel wat meer eten. Want ik heb liever dat een puppy lekker stevig is. Dat vinden wij altijd wel prettiger. Maar let wel even op de voer wat je gaat geven. Want elke fokker is anders met brokjes. En het is niet goed als je elke keer gaat wisselen van voer. Dus vraag even aan de fokker wat voor brokjes hun geven. En dan zou ik dat aanhouden. En daarna kan je altijd nog veranderen. Maar het belangrijkste is met een pup dat hij goed genoeg eet. Dus daar moet je echt wel op letten dat hij genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. We hebben het eten nu gehad voor een pup. Wat ook heel belangrijk is, dat zijn de kluifjes voor de tandjes. Ik heb hier wat kluifjes die wij aan onze hondjes geven. Dit is allemaal gedroogde huid. Die vinden wij zelf het beste. Heel vaak heb je ook gedroogde kippen omheen. Maar dan gaan ze ook vaak aan de dunne. Want pommetjes hebben best wel gevoelige darmpjes. Dat zou ik zelf niet doen. Als een hondje in de beenschade zou ik een kluifje geven. Dan kan hij er even aan wennen en dan heeft hij ook wat te doen. Daarna gaat hij uit zichzelf wel slapen. Het is ook belangrijk dat de melktandjes eruit gaan. Dus hoe vaker hun kluiven, hoe beter de tandjes eruit gaan. Want heel vaak bij die kleine hondjes blijven die hoektandjes nog zitten. En het is ook heel belangrijk, want zo voorkom je tandsteen. Je kan ook de tandjes poetsen van de pup. Dat zou ook eventueel kunnen, maar ja, wij hebben zelf 9 hondjes. En je kan niet van 9 hondjes de tandjes poetsen. En die krijgen allemaal kluifjes. En eigenlijk werkt het heel goed. Ze hebben allemaal mooie witte tanden. Dus daar zijn we heel blij mee. En hun blij. Hun hebben lekker te kluiven. En ik hoef geen tandjes te poetsen. Ik ga nu wat uitleggen over de mandjes. En over de speeltjes. Het is altijd wel belangrijk om genoeg speeltjes in huis te hebben. Ook als ze gaan wisselen met de tandjes. Dat ze niet aan de schoenen gaan kauwen. Aan de bank gaan kauwen. Maar lekker bezig zijn met de speeltjes. Let er wel goed op dat er geen oogjes in zitten. Want die kunnen ze vaak losmaken. En die kunnen ze opeten. Dus pas daar altijd wel op dat je wel zachte knuffeltjes haalt. Of met een kippertje erin. Dan kan je ze ook mooi gooien. Je kunt ze mee spelen. Dan hebben we hier een mandje voor je pom. Zorg ervoor in het begin dat je niet een te grote mand hebt of een te hoge mand. Want vaak als ze er dan uitspringen, kunnen ze verkeerd uitspringen en kunnen ze eventueel een pootje breken. Ik zou in het begin gewoon een mooi simpel mandje doen. Want hij moet ook nog zinnelijk worden. En dit vinden wij eigenlijk wel een mooi formaatje voor de pom waar hij eventueel in kan. Lekker kan slapen, kan je in de woonkamer zetten. Je kan hem eventueel naast de bank zetten. Wat het hondje het fijnste vindt om te gaan slapen. Wat ook heel belangrijk is, dat is de vachtverzorging van de pom. Een pommetje staat natuurlijk bekend om zijn vacht. Dat moet je goed verzorgen en daarvoor heb ik een speciale vlog voor jullie gemaakt. Dat is vlog nummer 3. Die kunnen jullie terugkijken en dan gaan jullie precies zien wat jullie allemaal nodig hebben. En hoe ik de pom ga wassen en ga borstelen. Dus dat kunnen jullie terugkijken op onze andere vlog. We zijn nu weer aan het einde gekomen van deze extra weekvlog. Ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven wat je allemaal nodig hebt voor je nieuwe pup. Stel je hebt nog wat vraagjes, stel ze hieronder, dan beantwoord ik ze voor jullie. En ik wens jullie heel veel knuffelplezier, want het is het allerleukste in het begin van de tijd om heel veel te knuffelen. Hé Marta. En alle kusjes te geven. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!